Yo, uilen. Jaro Games had een comment achtergelaten, maar dat ik langer de yo moest doen van yo, uilen. Hij zei dat ik weer yo, uilen moest doen in plaats van yo, uilen. Nou, Jaro, hier heb je het dan. En over Jaro Games gesproken, deze video gaat over hem. Oké, Jaro Games heeft een of andere debiele hashtag gestart. Het doel van die hashtag was dat je die overal zou commenten. En dat mensen dan zouden vragen, waar staat die hashtag voor? Nou, die staat dan voor Jaro Games. Dus je moet subben op hem. Hij heeft die hashtag bedacht omdat ik hem heb ingehaald qua abonnees. Ik vind het best terecht dat ik hem heb ingehaald. In ieder geval, zijn hashtag was hashtag Project Backyardigan. En voor de mensen die Project Backyardigans niet kennen, dit zijn de Backyardigans. Ja, de project heeft namelijk niks mee te maken. Het zijn gewoon alleen de Backyardigans die ik even wil laten zien. Maar dit zijn de Backyardigans. Hi, I'm Pablo. My name's Tyrone. I'm Uniqua. I'm Tasha. And my name's Austin. And we're Ja, dat zijn de Backyardigans. Voor kleine kinderen is dat een kut tv-programma. En toen dacht ik, laten we terugkomen met onze eigen debiele kut hashtag. Nog kutter dan de anderen. En ik heb hier lang over nagedacht. En toen bedacht ik me de volgende hashtag. Hashtag Team Wonderteam. Waarschijnlijk denkt iedereen, what the fuck doe je met Wonderteam? Wonderteam is een tv-programma voor kleine kinderen. Het gaat over drie dieren. Een eend, die heet Ming Ming. Een schildpad, die heet Tuk. En Linia of zoiets, die is een cavia. En die redden dan allemaal dieren. En tijdens heet het Wonderpets. Ga een aflevering kijken, het is echt debiel. En ja, dat is ook zo'n kinderkut animatie. Dus ik dacht, hey, Project Backyardigans, Team Wonderteam. Dus laat in de reacties weten. Ben jij voor Project Backyardigans of ben jij Team Wonderteam? Want Wonderteam had ook zo'n cool liedje van... Wonderteam, Wonderteam, help in nood. We gaan nu heel snel weg met de snelle boot. We zijn niet sterk en we zijn niet groot. Met z'n drieën beter dan de middenmoot. Het Wonderteam, yay! Ik ben echt een debiel dat ik dat net zo... Oké, vergeet dat eventjes. Maar in ieder geval, dit was eigenlijk wat ik wilde zeggen. Moraal van het verhaal. Tweet dit naar Enzo Knol. Zet overal spam in de reacties. Hashtag Team Wonderteam. En als ze dan vragen waarvan er is die hashtag, zeg dan... Vraag het aan Jaro Games. Of zeg... Abonneer op Uilen Gaming, dat is beter. Ik wilde eerst een hashtag doen van hashtag Project Uil of zo, maar nee, dit is veel grappiger. Wonderteam heeft helemaal niks met mijn kanaal te maken, maar dat is net als Backyardigans. Wat hebben die te maken met Jaro Games? In ieder geval, we komen terug tegen Jaro Games met hashtag Team Wonderteam. Tweet het nu allemaal. Schrijf het, spam iedereen onder met hashtag Team Wonderteam. En we gaan Jaro Games verslaan. Ja, dit was weer de debiele video. Hoe heb ik aan 4 minuten aan deze kut video kunnen maken? Ik weet het niet. Maar in ieder geval weet ik in ieder geval wel dat ik nu de video ga afsluiten. Als je deze video een klein beetje leuk vond. En net zo denkt van, niet heel kut. Doe dan even een duimpje omhoog. Like, ja, is hetzelfde. Maar doe dat ook gewoon maar. Abonneer als je meer Minecraft video's wilt. En dit was Richard. Doei uilen.